Dankjewel. Mijn naam is Jan Nieboer. Ik mag voorzitter zijn van TGV Koloniën. Ik ben ook woordvoerder van TGV Koloniën. En ik ben penningmeester en ook woordvoerder van het platform Stormloosgebied. Ik heb een administratie, belasting en advieskantoor in Nieuwbuinen. Ik woon eigenlijk al 30 jaar in het veenkoloniale gebied. En een stukje herkenning toen ik hier met mijn vrouw vanavond naartoe reed, was dat ik eraan moest denken dat ik hier in 1976 als medewerker bij de Groenlijke Steenweggroep meegewerkt heb aan de reconstructie van de beneden Veensloot. Onze groenwerkers lieten dus schoppen snijven bij smederij Walvingers. Ik zag de winkel net nog staan. Dus in die zin even een stukje herkenning. Lies gaf het al even aan, we hebben al een hele poos een intensieve samenwerking binnen tegen het Veenkoloniën. Eerst was dat. En meneer Smallenbroek kreeg de vraag gesteld: oh, meneer Smallenbroek, waarom heeft u eigenlijk voor de rechtscoördinatieregeling gekozen? Het stuk dat dan in het mondgebied aan de orde is. En dat zijn we spannend, maar dat hebben we gedaan om maximale transparantie te kunnen geven over het hele proces en inspraak voor de burger van de windmolenplannen. Nou, die uitspraak was tekenend voor de manier waarop EZ met ons omgaat. Liegen, bedriegen, ons voor gek houden en ons opzamelen met plannen die gebaseerd zijn op een techniek die stokoud is. Men heeft de ontwikkelingen op zon niet meegemaakt. En uiteindelijk hebben wij meneer Smallenbroek gesproken in het Stadskanaal vorige week en hebben de vraag gesteld van: waarom hangt u zo aan dat dogma van wind? Wat is dat nou toch? We hebben hier en in Mede liggen plannen klaar voor zon, daar kunt u minimaal en nog veel meer duurzame energie mee opwekken dan met de wind. Geen inwoner is tegen, mensen durven dat graag, in Mede kunnen ze zelfs in een coöperatie deelnemer worden. En toen zei meneer Smallenbroek, ja, zegt hij, het heeft te maken met het feit dat als wij nu hier een uitzondering gaan maken, dan krijgen we nergens nog een windmolen in Nederland, dus we hebben overal actiegroepen tegen wind. Nou, dat verbaast u niet, hè, want niemand wil windmolens in zijn gebied hebben. Toen hebben wij tegen meneer Smallenbroek gezegd, maar meneer Smallenbroek, u slaat één belangrijk aspect over. Wij hebben in dit veenkoloniale deel van Nederland, Groningen en de Drentse Veenkolonie, een unieke situatie. Hier zijn geen stedenbouwkundige plannen die welke hectare zonnepanelen dan ook zouden kunnen tegenhouden. U bent hier helemaal vrij en wij zijn vrij om met boeren contacten te leggen. Boeren willen graag. Dus u kunt met droge ogen in Den Haag zeggen dat u de plannen in heel Nederland door zou moeten zetten. Behalve in dit gebied, want hier staan boeren klaar om ons hectare landbouwgrond aan te bieden voor zonnepanelen. Nou, in het voorgesprek met Lies heb ik daar even over gesproken. We zouden hier dus een prachtig pilotgebied voor heel Nederland kunnen gaan worden. Hier kunnen we op allerlei manieren aan nieuwe, innovatieve, duurzame energie doen. Die duurzame energie, en Jan Hilderix die heeft dat dan helemaal voorbereid, en ja, Keuning gaat het straks toelichten, kunnen een heleboel andere bedrijfseconomische, maar ook sociale aspecten mee oplossen. De kracht is hier samenwerken en wij moeten ons absoluut niet uit het veld laten slaan door economische zaken en wat voor uitspraken deze mensen ook doen. Bij onze gesprekken heeft dat gehoord, he, dat in mondengebied streepjescodes moesten worden aangevraagd. Nou, ik heb het zes persoons streepjescodes gesprekken genoemd. En in die gesprekken, daar zijn er ook weer opnames van gemaakt, heeft een meneer van de EZ op een hele spontane vraag van een inwoner gezegd, wat gaat u nu doen met de inhoud van deze gesprekken? Dat hij maar gezegd, daar gaan we helemaal niks mee doen. Dit is gewoon puur omdat het moet. Ik ben gewoon, kom gewoon. Nou, daar hebben wij mee te maken. Een uiteraard onbetrouwbare overheid. Wij zijn betrouwbaar. Wij hebben een prachtig alternatief klaarstaan hier en in ons gebied. Die klopt, die staat als een huis. Die ruim binnen de doelstellingen die aan de duurzaamheids gedachten gesteld zijn, ruim voor 2020 ingevuld kunnen worden en iedereen omarmen. Wat wij van heel erg groot belang vinden om te benadrukken, is dat wij een hele sterke binding met elkaar hebben. Zeker met Veenkolonie is een sterke, hechte club en door die hechte samenwerking kunnen wij heel ver komen. We hebben heel veel contacten in Den Haag. Er zijn ook een heleboel contacten die ik niet in het algemeen kan uiten, maar die er wel zijn.
die bijdragen aan het besturen van eigenlijk het gedachtegoed in Den Haag. En er zijn steeds meer mensen die de idioterie achter deze windplannen onderkennen. En ook steeds meer die dat hardop zeggen. Er heeft ook een reeking van moties de laatste tijd aan zien komen. Het betekent dat eindelijk de nuchterheid in het gezond verstand, waar wij gelukkig al jaren over beschikken, daar ook een beetje loskomt. Dat even als inleiding van mij, Anne van Nus. Ik wil jou graag nu vragen om samen met mij de presentatie. Ik probeer even een loopvlieger van te maken. Ik hoef hem even uitwisselen. Ja, goedenavond, heren. Hartelijk welkom. Super dat er een goede presentatie is van al die honderden mensen die achter dit verhaal staan. Ik ga dat bij deze doen. Jan heeft het al gezegd, we zijn geen advocaten van slachtoffers, zoals ik vaak wordt weggezet, maar van winnaars. En zeker op deze dag, hè, de kruiddag, iedereen heeft het meegekregen zo na de halve middag. En wat was zijn lijfspreuk altijd? Wie weet dat? Wat was de lijfspreuk van de bedoelde? Voilà, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Nou, dat betekent dat ik graag met mooie plaatjes met u begin. Ik laat u dat beelden zien zo meteen. Dat ik ook graag met een mooi plaatje wil eindigen. Want het klinkt allemaal heel negatief, maar het is buitengewoon positief. En dat gaat Jan zo meteen met jou uiteenzetten. Ik moet even kijken of dit gaat werken. Of onze presentatie gaat werken. Wie kan daar even bij assisteren? Het beeld gaat nu uit. Even door. Behouden, heel duidelijk. Het is een prachtige voorjaarszon opgenomen, het februarizonnetje. Maar er staat ook een heel uitdrukkelijk nee. En u ziet ook een figuurtje. En we gaan aan tafel te zitten, want dat werd natuurlijk niet hardop gezegd. En ik zeg, goh mevrouw, waar zitten jullie voor? En die zei van, ik zit hier voor planschade. Ik zeg, goh, wat is dat dan? Nou, als u de indruk heeft dat uw huis minder waard wordt, dan kunt u daar schade voor indienen. Dat heb ik gedaan. Ik heb het huisje te koop staan en wat lager dan wat ik gepland had en noem het allemaal maar op. Ik had toen 75.000 euro gezegd, ik denk dat het eigenlijk wel waar gaat worden. Dan bel je de provincie op en dan zeg je, joh, kan ik mijn planschade indienen? En dan zeggen zij, nou dan moet je naar de gemeente gaan en de gemeente moet het voor jou indienen. Nou, niet achterlijk, ik heb natuurlijk gelijk de gemeente gebeld en gezegd van jongens, ik heb hier zwart op wit een e-mailtje van die mevrouw dat ik eens planschade heb ingediend toen. En hoe zit het nu verder? Nou ja, niemand kan je wat vertellen. Dus dat is de vraag die ik hier wil stellen. Hoe moet je daarmee verder? Want ik denk dat je het zo hebben. Ja, keurig. Zijn er meer vragen op dit moment? Ja, ga dan even naar die persoon. Iedereen even bij jou. Ik hoorde net de opmerking dat er gezegd werd dat er zo weinig beelden zijn van hoe het landschap eruit gaat zien met windmolens. Dan hoef je echt niet zo ver weg te gaan. Gaan we naar Delfzijl, kijken over de Eems en wat je dan ziet. Zo ziet de Kroemhuil er nu uit. Ik weet niet wat u hier te wachten staat. Ja, de beelden. Het is niet zo ver hoor. Wat zegt u? Het is niet zo ver. Nee, klopt. Wat mevrouw Van Nus met de beelden bedoelde is dat er eigenlijk weinig van dit soort videobeelden beschikbaar zijn. En wat mij van het hart moet is dat de videobeelden die wij zelf gezien hebben, eigenlijk allemaal een grove vertekening waren van wat er feitelijk op ons afkomt. EZ heeft dat vorig jaar in 2020 gepresteerd door video's met zogenaamde realistische bodems daar te laten draaien. En mijn vrouw die komt op mijn buik en zegt, Jan, zijn dit wel die bodems die hier gepland zijn? Dus ik loop er naartoe en zeg, nou, dit is ongeveer een derde van wat hier gepland is. Dus als ze de echte bodems zouden willen tonen, dan zouden die drie keer door de dak heen naar boven moeten. Dus zo worden wij voor de weg gehouden. Ik ben Klaas Bos uit Noordbroek. Ik opgroeide Wagenborg ten noorden van het dorp Wagenborg. Dat is met 60 motoren die bij wat zeker allemaal van 3 megawatt zijn. Afgelopen week ben ik vaak in de Lelystad geweest. Daar hebben ze vanuit de Roospolder. De westkant van Roospolder zijn die bezig met 5 megawatt motoren. Ik heb een paar mensen daar gesproken, die zijn ontzet. Die zeggen, wie welk idioot zijn deze grote motoren daar hebben? Ik wil heel erg voor in de Roospolder. Smiddags zit je dus in de tuin. Van de zon te genieten heb je die slachtschaduw van die motoren. Dat is verschrikkelijk. Dus de Roospolder is een prachtig gebied en het hele boomgebied is helemaal vernield. Nu nog een vraag aan jullie. Waarom heb je op dit moment in uw berekeningen praktisch verzonnen? Wanneer je dat ook in het land? Maar waarom praat je over die houtgestoken centrale van Eneco in Delfzijl?
Dus dat is officieel is een 50 megawatt centrale. Maar met hoeveel warmte geproduceerd zit je toch op 100 megawatt. En dat is te vergelijken met 300 megawatt aan die molens. Dus in deze 100 van die molens van 3 megawatt. En molens die geven alleen dus stroom als het echt waait. Maar die houtgestookte centrale die geeft dus een constante stroom. Dus die is voor het netwerk veel beter. En de kosten zijn waarschijnlijk vergelijkbaar. Dus in jullie berekeningen zou ik iedereen dus over windmolens en zonnecellen moeten praten, maar ook vooral die houtcentrale van dat zeil meenemen. Je zou het in zo'n stad Groningen ook één centrale moeten zetten, in de alleen waar dan ook. Dus dat de warmte ook door industrie in dat gebied, in de sportcentrum en zo gebruikt kan worden. Ja, ik ben het met u eens. Er is natuurlijk veel meer te doen op duurzame energiegebied als je het hebt over innovatieve ontwikkelingen. Dat wij in dit gebied nu en in Nederland met deze plannen geconfronteerd worden, heeft alles van doen met het feit dat de windlobby al meer dan 15 jaar in het Haagse actief is. Toen de windlobby hier over. Het is ongelooflijk plezierig om naar deze mensen te luisteren. Voor mij is het ook veel vaker gedaan. En heel prettig dat het op zo'n manier wordt opgepakt. Mijn naam is Bernd Stikvoort, ik ben voorzitter van het dorps. Door een beheerteam onder de compagnie. Wij zijn onderdeel van het wijkgericht werken in de gemeente Veendam. En in die zin werkzaam in eigenlijk het hele gebied wat ten oosten ligt van het eigen Wildervankanaal. Dus onder de wijk Zuid-Wermeling tot aan de grens van de gemeente Menterwolde en de grens van de Bekelaars. Dit zijn de kut die u in beeld ziet, waar wij voorlopig, ik zeg wel nadrukkelijk voorlopig, ja, de dorpenalliantie mee hebben gesmeed. Want naar aanleiding van deze hele discussie hebben wij gemeend dat wij als dorpenbeheerteams, als dorpenraden, als vertegenwoordigers van de bevolking in dit gebied ook onze stem moeten laten horen. We zijn in januari voor eerst in bij elkaar geweest, op initiatief van Mede en de Dommelende Compagnie. Dat was in Scheemda, gemeente Oldambt. En inmiddels al twee keer bij elkaar geweest, inmiddels al twee keer het persbericht uit laten gaan. Waar wij met name ons onvrede hebben laten blijken over het rapport van de gebiedscoördinator die door het ministerie van EZ hier te werk is gesteld. Meneer Nieuwboer die refereerde al aan de motie van de SP die in de Tweede Kamer is aangenomen. De eerste alinea wordt letterlijk gezegd van de gebiedscoördinator van de Drentsemonde, dus een andere persoon is de gebiedscoördinator die hier is, die heeft nadrukkelijk geconstateerd dat er geen draagvlak is onder de bevolking. Terwijl de gebiedscoördinator die hier actief is, in de pers komt van ja, er is draagvlak om verder te praten. Terwijl dat dus volstrekt niet waar is. Dus over die leugens, ja, de kwalijke zaak. Aan de andere kant ben ik ook blij dat er iemand van EZ hier aanwezig is. Want dat brengt bij mij in ieder geval respect op. Want je zal maar voor een verdrongen feit staan, net zoals wij daar mee geconfronteerd worden. Voorlopige lijst, we hebben inmiddels ook contact met andere dorpenteams. We gaan ook nog contact zoeken met mensen in Wildervang en Barenveld, waar ook twee wijk- en buurtbeheerteams actief zijn. Ik weet dat vanuit dorpscoöperatie Mede contact is met mensen in Rotterdam en Zuidbroek. Dus deze groep die u nu in beeld ziet, is niet eindig. Waar staan wij voor? Als dorpenbeheerteams is onze belangrijkste taak natuurlijk het bewaken van de leefbaarheid, de leefomgeving in ons gebied. En als het nu gaat om een prachtig mooi dorpencentrum zoals we nu te gast zijn, of een multifunctioneel centrum, of het behoud van voorzieningen zoals winkels of scholen of een bibliotheek, het waken op de kwaliteit van de leefomgeving hoort daarbij. Ja, die wordt natuurlijk nu ernstig bedreigd door die windturbines. Details moet ik verder niet meer over uit te wijden, die zijn allemaal bekend. Ik laat even een paar korte plaatjes zien. Ook ik heb mooie plaatjes meegebracht. Dit is de serieuze aftrap. Daarna komen de mooie plaatjes. En ik eindig met een slapstick. Ik weet niet of ik dezelfde humor kan inbrengen als meneer Nieuwboer, maar ik ga niet ervan. Dat wordt heel duidelijk even aan mezelf. Om even met dat serieuze verhaal te beginnen. Augustus vorig jaar was meneer Kamp in opzoek, minister Kamp. En de gemeente Veendam dacht van laten we in ieder geval het dorpenbeheerteam onder de compagnie er ook bij uitnodigen. Want iedere gemeente van drie gemeentes in dit gebied, die mochten twee vertegenwoordigers van de bevolking meenemen naar het gesprek. Dat was natuurlijk nog een half voor de buren. Dat had ik me wel kunnen voorstellen, want
het, wat mij is bijgebleven van het gesprek is het totale gebrek aan respect, zal ik gaan zeggen, voor wat het hier leeft. Meneer Kamp is vooral een technocraat, ik zou maar zeggen een autocraat. Dat betekent, hij heeft een opdracht gekregen en die opdracht gaat hij uitvoeren. En dat ze dan zeggen, boem of passie. En daar moeten we ons wel van bewust zijn. Ik kreeg een heel klare gevoel, ik kreeg eigenlijk uit dat gesprek weg. Ik dacht van, mevrouw Holman zat er ook, hè, want we hebben het al een keer over het ministerie van Economische Zaken. Maar de provincie is natuurlijk ook een behoorlijk twijfelachtig waarop. En dat is ook het geval met die oorlog. De provincie is in die zin, dat we het ook met Leon over. De provincie heeft in die zin natuurlijk ook best wel klappen gehad bij de laatste provinciale statenverkiezingen. Het is niet gemixt. Maar we zien dus dat de provincie, de provinciale statenleden, die hebben er waarschijnlijk niets van geleerd van de klappen die ze hebben gehad. Waarschijnlijk gewoon nog dezelfde voet verder. Dus waar blijft ons vertrouwen in de politiek? We hebben twee keer een perspect uitgegeven. Die is naar de pers gegaan. Ook opgepakt door de regionale pers, waarvoor ons dank. En die hebben ook letterlijk naar alle leden van provinciale staten en alle leden van de deputeerde staten besloten, zoals met mevrouw Holman. Die eerste was de kennisgeving, dus dat ze daar niks mee doen, nou, kan ik me niet meer voorstellen. Die tweede hebben we een geëindigde open vraag aan alle leden van provinciale staten. Er is maar één partij die erop gereageerd heeft, PVV, ik weet niet of ze hier aanwezig zijn. Maar dat geeft al aan dat de politiek in de provinciale staten, ja, ons eigenlijk als burgers niet serieus neemt. Ze zijn door ons een kluis geholpen en vervolgens zeggen ze dat. Dat komt in principe even. Dat is een serieuze afspraak. Nu komen er mooie plaatjes. In mijn dagelijks leven werk ik voor de overheid. Dus dat maakt het ook een klein beetje makkelijker om af en toe eens een keer achter het scherm te kijken en wat dingetjes te kunnen regelen. Ik kom wat makkelijker bij informatie. Maar ik klus af en toe bij als fotograaf. En dit is geen onplezierige hobby. Want mijn professie ligt bij fotograferen van motorbladen. Zoals afgelopen weekend voor het weekblad Motor Magazine had ik een fotoopdracht in het Weesse Bergland. In het landschap. En dit is de uitvergroot. Hamer staat natuurlijk bekend vanwege de rattenvanger van Hamer, sprookje van de gebroeders Grimm. En die staat dat het Märchenland is beschikt Sauer. Sprookjeswereld is heel erg boos. Want wat wil men daar nou doen? Dat prachtige, mooie heuvelachtige. Deze bergland, men wil daar allemaal megaturbines gaan plaatsen boven op die bulten, van de burgemeester Rent. Nou, als ik het verhaal hoor dat men hier in Oost-Groningen al niet aan de vereiste windkracht toe komt, dan moet je dat dan 300 kilometer verder in het oosten. Sprookjes bestaan. Daar zit maar een stik van de schep. Ja, dat weten wij. Maar ik ben er overtuigd dat EZ in sprookjes gelooft. Hoe kun je anders die rigide houding, als ik het noem, die rigide houding verwarren? EZ gelooft in sprookjes. En het laatste plaatje, we kunnen daar een pauze doen. Wij als dokter beheerteam krijgen ook post. En die post die komt van diverse instanties. Van bijvoorbeeld van het dorp, dat is een vereniging waar bijna alle dorpscoöperaties weer aangesloten zijn. Maar soms krijg je ook post van de provincie. En wat kreeg ik eergisteren in de bus? Laten we allemaal beter maken, mensen. 4 tot 8 april mag u stemmen. Dan moet de provincie op. Wat vindt u belangrijk voor de leefbaarheid van uw omgeving? Meld leefbaarheid 4 tot 8 april. Een rechtstreeks vanuit het provinciehuis. Vers van de pers. Kom tot zien. En u kunt u allemaal melden van 4 tot 8 april. Want samen kunnen we beslissen hoe we mooier, leuker en beter kunnen maken in onze mooie provincie. Ja, als ik zeg dat de broek me vanaf gezakt heeft om de envelop openen, dan is dat nog een beleefde uitdrukking. Maar ik denk van als jij dit soort dingen verstuurt in een omgeving waar het eigenlijk zijn het enige gave stukje open Groningse landschap wat er nog is. Het Hoge Land wordt natuurlijk verpest door de gasbevingen, waar EZ ook wel een dikke vinger in de pap heeft, waar we niks van terugzien. Ik heb andere berichten van de pers. Maar dan stuur je dus dit soort post rond. Dan denk je van Berks en provinciehuis om allemaal hoe zit dat eigenlijk? Maar ik roep je dus nog allemaal op, want dat is de vraag die ik weet van de provincie.
Klopt, ga verspreiden onder jullie inwoners. Tot en 8 april, meld weeklevendigheid.nl. En als wij in de opkomst die we hier al zien, of dat percentueel kunnen uitzetten naar de rest van het gebied, nou, dan krijgen ze druk op potentieel juist ook een 4 tot en met 8. Ja, nee, maar goed. Dat is toch heel serieus en dan hou ik op. Toen wij hier in augustus vorig jaar de taak zaten bij minister Kamp, was het eigenlijk het terugkerende thema van het concept, maar ook van de provincie, er zijn geen alternatieven. Ja, dat de alternatieven zijn natuurlijk brand en biomassa, zonne-energie. Maar daarmee schoffeert het ministerie onze koning. En stel, daarmee beledigt het ministerie onze koning. Koning Willem-Alexander heeft op 26 november 2014 een zogeheten zoutzoetcentrale geopend op de afsluiting. Dat is nog splitnieuw op dit moment. Maar die houdt in dat als jij met een bepaald filter, een bepaald membraan zout en zoetwater met elkaar botsen, krijg je elektriciteit. Dit gaat om een 200 megawatt centrale. Als je op die afsluitdijk 1000 van die cellen zet, heb je genoeg stroom op om heel Groningen, Friesland en Drenthe van stroom te kunnen voorzien. Maar heb het over, dit is een waterland bij uitstek. En waarom horen we van dit soort ontwikkelingen niet meer? We kunnen het zelfs bij de spuisluizen doen, het trouwens meer. Als je maar een botsing hebt met zoet en zout water, nou, waterwereld heb je meer zout en zoet water op een heel klein gebied dan in Nederland. Kijk naar Zeeland, kijk naar de Haringvlietdam. En waarom horen we van dat soort initiatieven niet? Waarom, dat is een oproep naar EZ, waarom wordt dit niet gestimuleerd? Ja, er is geen geld voor, dit is onzin, want ze gooien wel miljoenen weg met die achterhaalde techniek. Wij zijn er wel eens, meneer, dus. Maar dat even in het achterhoofd houden. Er zijn dus alternatieven. Er zijn alternatieven in zonne-energie die razendsnel gaan op dit moment. Die zoutzoetcentrales, als u gaat googlen op Blue Energy Afsluitdijk, komt u op een website. Nou, ik ben monumentenzorger, maar ik heb geswikkeld van die techniek, wat ik dan las. Fantastisch. En met name wetenschap is ook vol lof over de mogelijkheden. Nou, zet daar allemaal in. En hou je dan nooit te halen die deadline van 2020 maar niet. In Zwitserland is al een auto van, die kan niet de auto zonder daarbij. Is maar één reden, hè? Mafia. Ja. Ik laat het hier even bij kunnen, maar ik kom naar Lisa en dank u voor het. Ik wil toch graag even de pauze ingaan. En als mensen nog vragen hebben, kunnen ze direct beginnen. Dus tijdens de pauze, ik heb daarvan gedacht, dat is het. Sorry, meneer Niepel wil nog even een kleine mededeling doen. We hebben vanavond heel vaak gehoord overheid en EZ in de mond genomen. Meneer Schoon is hier van EZ. Waar bent u? Daar bent u. Zou u aan het eind van de presentatie van meneer Keuning bereid zijn om één vraag te beantwoorden? Bent u bereid? U geeft geen antwoord op mijn vraag. Bent u wel of niet bereid om een vraag te beantwoorden? Ik ben hier gekomen om voor de zaal vragen te beantwoorden. Ik ben hier gekomen om naar de hoek. Hebben we de hoek zelf? Dan respecteren wij dat. Heb je nog een paar komen? Ja, keurig. Het microfoon is voor jou. Goedenavond, Jan Leuning is mijn naam. Ik ben mede initiatiefnemer voor het zonnepark Neder. We hebben een stichting opgericht, de Stichting Innovatief Zonnepark Neder. En waarom doen we dit? We doen dit omdat we vinden als je tegen windenergie bent of tegen iets bent, moet je ook met een goed plan komen om het tegengas te kunnen geven. En niet alleen dat, maar liever nog zelfs dat het meerwaarde geven. Wat wij hebben gecreëerd afgelopen tijden is op papier eerst een plan
We hebben overleg met de gemeente, we hebben overleg met de provincie. En uiteindelijk heeft de gemeente in de Holden ons groot beschikbaar gesteld. De oude Kroslaan in Zuidbroek. En die zitten nu een beetje achter ons aan te duwen van toe maar jongens. Maak een beetje gang met het verhaal. Want we willen eigenlijk wel dat we op korte termijn een zonne-energiepark in onze provincie hebben. Onze doelstelling is dan ook om de gemeente met de Holden te duwen energie-neutraal te maken. Nou, wat hebben wij bedacht? Wij hebben bedacht dat wij een zonneakker gaan creëren. Een zonneakker met gebouwen, een industrie, een fabrieksgebouw. Zo mag je het noemen. Je mag het ook een grote zonnedak noemen. Waaronder wij energie gaan produceren en die energie gaan verwerken. Op de akker komen ook zonnepanelen opgesteld te staan. Op een hoogte. Zodat wij daar producten onder kunnen verwerken. Het is ontstaan omdat we tegen het windpark waren. De doelstelling is om de energievoorziening neutraal te maken voor onze gemeente. En vooral ook tegen de neveneffecten van natuurlijk geluidsoverlast van de energie. Woningontwaarding van de windenergie. Gezondheidsaspecten en de sociale onrust. Wij willen eigenlijk dat ons mooie landschap blijven staan. Onder heb je zoals het niet moet. Middenin heb je een voorbeeld, dat is dan de Rotterdamer Polder, Tussenklappen Polder. Met het precies middenin is dat het stikstoffabriek. En verder blijft het landschap open. En boven is zoals het nu is. Je wordt 10-12 keer groter, ja hoor. Sorry? Je wordt 10-12 keer groter, die stikstoffabriek. Oh nee, dat zijn details. Hoe ziet het energielandschap eruit? Nou, het is anders dan bestaande zon. We gaan de zonnepanelen gaan verliften. Die komen 3 meter boven de grond. Landbouwgrond blijven behouden. En de oppervlakte wordt dus dubbel gebruikt. Dus je hebt, nou ja, zeg maar, optimaal gebruik van toch de dure landbouwgrond. Mogelijkheden genoeg hoor. Je kunt de koeien onderzetten, geiten of kippen. Dat wordt er genoemd. Maar je kunt met grassen gaan werken die biomassa leveren. Je kunt groentes gaan werken, je kunt met legumes gaan werken, stikstofgewassen. Nou, er zijn diverse mogelijkheden. Het energielandschap met een energieopwekkend gebouw, dat is eigenlijk een van onze speerpunten. We willen onder deze zonnedaken werkgelegenheid gaan creëren. Dat is ook een van de doelstellingen van onze stichting. Wij willen de regio versterken, niet alleen door hem energie-neutraal te maken met een milieuvriendelijk energiebron, maar we willen hem ook sociaal-economisch de omgeving gaan versterken door goede activiteiten, duurzame activiteiten, onder deze zonnedaken te laten plaatsvinden. Er zijn echt heel veel mogelijkheden. Dat gaan we hier allemaal niet benoemen, maar we hebben een overleg gehad met de Landbouw Universiteit Wageningen. We zijn in gesprek met Enterens in Groningen. We hebben echt een conceptplan liggen waar wij denken in de toekomst echt een hele mooie pilot voor deze provincie te kunnen creëren. Nou, nog wat voorbeelden zijn, als je het simpel wil doen, je zou de biomassa kunnen gaan verwerken tot pellets. Pelletkorrels. Je kunt daar met ledverlichting groentes, speciale groentes onder gaan krijgen. Je zou speciale paddenstoelen of producten voor consumptie gaan verbouwen. Mogelijkheden daarover die in de toekomst eerst op kleine schaal en hopelijk later op grote schaal toegepast kunnen worden. Natuurlijk de inrichting van het gebied. We hebben de intentie om de slootwallen, gaan we toch met een mooie akkerbeplanting gaan designen. We gaan met grasklinkers een trein verhuizen. We willen eigenlijk een bedrijfsvoering, een ontwikkeling gaan doen die het milieu het minst belast. Sterker nog, dat we daar iets mee opbouwen, dat we daar iets voor terugkrijgen. En wij hopen dan ook dat we gewoon
de natuur weer een beetje kunnen stimuleren. Eerst op de kleine plekken, maar we hopen dat het een plan navolging krijgt. Uiteindelijk door heel Nederland. En dan hopen we ook een bijdrage daarmee te kunnen doen voor jongetjes, vogeltjes, meertjes en insecten. Deze dieren die hebben echt een grote moeite leggen naar de windenergie. Dat is dan de duidelijke nadeel van de grote slagschepen boven de grond. En laten we hopen dat dat gewoon simpelweg niet doorgaat. Ons doel is heel simpel. Ik hoop dat jullie kunnen zien. Maar het groene vlakje, dat is de tussenklapol. We hebben dit plan al 2, 3 keer laten doorrekenen. Het is niet voor niets dat de gemeente en de provincie aan die spullen hebben ingekeken. En ze dragen dit plan. Ik hoop dat wij op korte termijn in kunnen inschrijven voor de SDS-subsidie. En dan kunnen we werkelijk ons plan realiseren. Eventjes van bovenaf gezien. Is dit de Eekpolder? Of de Eekpolder zou het worden. Nee. Het is nu de tussenklappenpolder. En dan hebben wij, hier hebben wij de crossbaan van Zuidbroek. Dat zijn we nu bezig in kaart te brengen en te ontwikkelen. En in de toekomst worden de gele vakken, ook de grote velden, dat worden zonnevelden. De rode vlakken worden bedrijfsgebouwen met zonnedaken. De stikstoffabriek is hier ingebleven en hier. En dit is het aardgasgebeuren. De gasbehandelinginstallatie is dat in de gravel. En de spoorbaan door het gebied om even te oriënteren die loopt van hier of Veendam richting Zuiden. Alle kleuren van alle kleuren van leidingen die je ziet, dat is alle kriskrasleidingen, dat zijn allemaal de toestanden van de NAM en van de gasunie. Daar moet ik dus omheen werken. Dus het is eigenlijk wordt het een lappenteken van een ontwikkeling. Er wordt een zonnepark, er wordt een deel van landschappelijk wordt het. Er komt een deel industrie komt erin, er komt een deel de provinciale overheid zit er nog wel in. Kortom, het wordt een conglomeraat van allerlei activiteiten, waar wij van hopen dat we ze goed op elkaar kunnen afstemmen. We hebben al veel contact gehad met de gasunie en de NAM, uiteraard ook met de gemeente en provincie, om dit plan straks te kunnen invullen. Wat wij eigenlijk in dit hele grote plan willen, is duurzame werkgelegenheid. Dat leidt tot een sociale-economische versterking. Als wij gebruik kunnen maken van wetenschap, gaan we zeker het innovatiewerk. Veel innovatie betekent straks toch verbetering van energie, verbetering van duurzame producten. En als klap op de vliegtuig willen wij eigenlijk de hele omgeving mee betrekken, middels een coöperatie. Wij willen graag een coöperatie oprichten. Die maakt dat wij straks alle inwoners, alle huisadressen van de gemeente Lutterwolde deelnemer willen laten worden in deze coöperatie. Een van de doelstellingen is dat je dan de opbrengsten, je creëert een omzet, je hebt je kosten, maar er is natuurlijk ook een beetje profit. En we hopen dat we met een deel van de profit de voorzieningen in stand kunnen houden. Noem het maar op hier in het dorp. Er zijn altijd kleine dingen, een zwembad of een sportveld. Nou, in ieder geval dat daar geld voor beschikbaar blijven. Dat creëer je dan wel met z'n allen als inwoners van een duurzame mentorrol. Kun je dat met z'n allen bestand maken. Behalve daarnaast kun je dus wel aan woningverduurzaming gaan werken. Zodat je lagere energielasten krijgt. Zodat je eigenlijk minder afhankelijk wordt van het grote net. En het basisidee van dit alles is dat we iedereen eigenlijk bij dit proces willen betrekken. Want zoals we weten, Oost-Groningen is een krimpgebied. Het gebied loopt leeg.
En wat we nodig hebben, is niet dat die investeerders komen die het geld hier wegslepen, middels de windmolens. En dat gaan echt miljoenen gulden die gaan de grens over. Wij hebben nakijken. We houden alleen maar de shit open. Wat wij willen is dat in dezelfde bedragen geïnvesteerd worden met zonne-energie, zodat we er met z'n allen van kunnen profiteren. En al beginnen we nog maar zo klein, als dit een goed speerpunt wordt, krijgt het een draagvlak. Misschien voor verderop in de provincie, maar ook zeker voor heel Nederland. En dat wordt ook een nieuwe tijdse gedachte. We moeten met die energie, moeten we gewoon anders omgaan. Dus onze jeugd, die moet straks anders gaan wonen. Die moet energie anders gaan gebruiken. We leven in een andere tijd. Het wordt dus tijd voor een hele grote energiecoöperatie, waar iedereen wat aan heeft. Daarom kiezen we voor zon. Want het komt voor ons op. Ik merk uit uw reactie dat u behoorlijk enthousiast bent over dit toetje wat we vanavond voor u hebben bereikt. En ik ben absoluut met u eens dat dit een heel geweldig plan is. En wij willen u vragen, als afsluiting voor dit moment, er zijn nog wat vragen in de zaal, hebben we gezien. Die willen we graag zo meteen nog even beantwoorden. Dus ik wou mevrouw Van Nussie nog graag even voor de bühne hebben. Meneer Keuning, meneer Nieboer en ik. En dan hopen we dat we de vragen die er nu nog bij u leven kunnen beantwoorden. Ja, ik wil u nog even meenemen naar het verhaal van meneer Stikvoort. Dit is dus duidelijk geen sprookje, dit is realiteit. Dit is helemaal echt. Er zijn nog wel twee andere sprookjes die wat mij betreft uit de wereld moeten. De laatste tijd hoor ik geluiden, die zult u niet gemist hebben, dat E6 zegt van verdorie, als wij beter met de mensen hadden gecommuniceerd, dan hadden we ook wel meer draagvlak gekregen voor de windmolens. Dat is natuurlijk een sprookje van de bovenste plank, want wij willen helemaal geen windmolens. Ook niet als daar over ons, met ze over ons mee gepraat was. Een ander sprookje is dat ja, als de mensen participeren kunnen in de molens, dat er dan ook meer draagvlak zou zijn. Ik heb daar een hele eigen visie op. Als ik zou gaan participeren in windmolens, dan vind ik hetzelfde als de brandweer vragen mijn aangestoken huis met benzine te blussen. Voordat we dan met de vragen beginnen, wil ik toch nog één ding graag kwijt. Er is heel veel aandacht voor zon vandaag. Wie bedient de microfoon? Ja, wordt u gebracht. En u mag zelf zeggen aan wie u de vraag stelt. De algemene vraag. Ik wist de tijdlijn. De ene vraag nu van hoe moet je die windmolens niet kwijt te raken in alle rechtelijke functies, in september moet je dat doen, dat komt op een gegeven moment bij de bestuursrechten. Parallel of daarachter hoor ik dit verhaal van zonnepanelen. Hoe zit dat nou? Is het nou een project eerst de windmolens afblazen omdat de wetgeving dat zegt en dan pas zonnepanelen opbouwen? Of zijn het twee projecten zodat je zegt van nou, we hebben al zoveel zonnepanelen, we hoeven niet meer die weet wel wat dat is. Dat is een simpel. Ja, moet je die tijdlijn? De tijdlijn weet ik niet. Kijk, als het ministerie zegt van 2020 is onze haalbaarheidsdatum, en dat zullen ze waarschijnlijk niet halen met technisch gezien en met die windmolens. Ik durf wel te stellen dat zonneparken sneller te realiseren zijn. Hè. Het is technisch wat simpeler, dat is dichter bij de grond. Je hebt al die gigantische infrastructuur en zware kranen en oude wegen, et cetera, allemaal niet nodig. Ik denk ook dat de kennis voor de bouw van zonneparken in Nederland is al heel veel bedrijven aanwezig. Terwijl de windmolens zijn een paar grote jongens die doen dat en die verdienen daar nou nog even die 30% winst op per project. Hè. Dus ik bedoel, zonneparken
Dat ligt veel meer voor de hand. Zie het maar als een concurrentie. Als wij nu vandaag het stadsgat zouden kunnen krijgen met hetzelfde geld, dan weet ik zeker dat wij de zonne-energie gaan winnen. En dan hoeven ze die mammoetjes niet meer neer te zetten. Ja. Dus we hoeven, als we met die zonnepark bezig zijn, hoeven we september niet meer doen. Dat bedoel ik eigenlijk. Of missen we dan dat je dan het ene laat liggen en dat automatisch het andere doorgaat? Ja, je moet blijven protesteren tegen windmolens en wij gaan ons zonnepark bouwen. Daar komt het op neer. Als het ene verhaal moet doorgaan. Ja, natuurlijk, dat septemberverhaal moet zeker doorgaan. We moeten zorgen, want kijk, minister Kamp, die heeft al eens een paar keer geroepen van nou, dat vind ik hartstikke leuk dat jullie met die zonnepanelen aan de gang willen, dan doe je dat er dan maar bij. En met andere woorden van, doe het maar en, want dan zijn we nog sneller klaar. Kijk, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. We hebben dit plan ontwikkeld ter compensatie en om te voorkomen dat die windmolens hier komen om een fatsoenlijk alternatief te bieden voor de minister. He, en hij weet nu al, want hij heeft zelf namelijk net een berichtgeving gepubliceerd, de monitor over wind op land, dat hij grote problemen voorziet, doordat alle procedures rondom windenergie op land zo lang duren om de doelstelling in 2020 te halen. Hij weet nu eigenlijk al dat onder andere de provincie Groningen hij die doelstelling niet gaat halen, juist omdat er zoveel verzet is. Juist omdat iedereen dit soort procedures gaat vertragen. He, en wij vinden dat een van de beste argumenten om te zeggen van nou, wij komen met een alternatief, dat is haalbaar voor 2020, dan haal je het wel. Luister naar ons, geef ons de kans, wij willen het oplossen op een fatsoenlijke manier, met draagkracht onder de bevolking en ter versterking van ons gebied. En dat doen we niet met windturbines, maar dat doen we met een zonnewijn of een energielandschap. Nog meer vragen? Ja, ik heb even een vraag van mevrouw Lee. Een praktische vraag eigenlijk. Voor procederen moet je natuurlijk een rechtsbijstandsverzekering hebben. Maar doen alle verzekeringsmaatschappijen daarmee? Want dat is bij de aardbevingsschade niet zo. Want het is Achmea en Unive nog niet meedoen. Oh, ik zit hier. Ik zit wat kijken. Ik heb de vraag gesteld. Sorry. Ja. U zegt de Unive wil niet meedoen? Bij de aardbeving. Bij de aardbeving.